Goedemorgen. Dit is een hexaflexagon. Ja. En dat is de opdracht voor jullie om te maken. Wat is een hexaflexagon? Hoe werkt dit? Hè? Het is een hexagon, dus een zeshoek, zoals Engels zeggen. Hè? Maar hij is flex, omdat je hem kunt samenvouwen. Zo. En dan komt dit puntje open. Kun je die terug open doen en krijg je eigenlijk een ander patroon. En ik kan dit herhalen. Zo. Tot ik terug bij mijn oorspronkelijke kom. Ja. Ik kan die ook binnenstebuiten draaien enzovoorts. Maar dus dat is eigenlijk het idee. Dus ik heb hier nu snel eentje versierd om het jullie te tonen. Maar dus dit is de hexaflexagon. Dus eigenlijk een zeshoek die iedere keer als je hem plooit en het puntje openplooit, van structuur verandert. Om die te maken kun je een strook afdrukken van Vyhard, haar website, die ik heb doorgestuurd. Of je kunt die zelf maken. Je hebt eigenlijk 9 driehoekjes nodig. Ik heb de dubbel gevouwen gemaakt. Dat hoeft niet per se. Deze is gewoon iets steviger. Ja. En het vouwen gaat als volgt. Je neemt een driehoekje en je plooit die eerst boven. Dus deze plooit naar mij toe. En dan plooi ik de volgende van mij weg. Ik plooi naar mij toe en dan van mij weg. En je zorgt ervoor dat je mooi op het stippellijntje zit, zodat dat je eigenlijk echt gelijkzijdige driehoeken krijgt, dus elk 60 graden even lange zijden. Hup, boven, onder, boven, onder. En je krijgt eigenlijk een soort van driehoekige accordeon. Ik zal het even tonen. Dus hup. Hup, en hup. Ja, als ik dit nu op mijn hand laat rusten, krijg ik zo een soort van accordeon. Ja. Oké, dus dit waren de eerste vouwen. Nu, om hem te plooien, ga je de eerste 3 driehoekjes voor u houden. En je draait de strook, de rest van de strook dat je hier hebt, draai je naartoe. Als je voelt dat dat tegen de richting is dat je daarnet geplooid hebt, dan geef je die eerst even nog een vouw in de andere richting. Dus eerste 3, plooi naar boven. De volgende 3. En deze kant komt terug naar mij toe. En nu, het laatste stukje is dit stuk, plaats ik achter de flap die ik heb. Dus ik herhaal. Hup. Oeps. Eerste 3. Draai naar je toe. Deze. Deze. Draai naar je toe. En de laatste. Achter de eerste. Nog 1 keer. 1, 2, 3. Naar je toe draaien. 1, 2, 3. Naar je toe draaien. Flap erachter. Als je eentje hebt met een extra hoekje, want die optie bestaat, dan kun je hier nu lijmen. Als je die extra optie niet hebt, dan kun je gewoon wat plakband nemen. Dan kun je die 2 aan elkaar hangen. Hoe kun je controleren dat het correct is? Je zou eigenlijk telkens een flapje moeten hebben om de 2 stukjes. Dus flapje, geen flapje. Flapje, geen flapje. Flapje, geen flapje. Enzovoort, enzovoort. Ja? En dus nu is er 1 manier waarop dat die niet gaat werken en 1 waarop wel. Hè? Dus als je hem in een puntje duwt en je probeert hem open te plooien en het lukt niet, dan heb je dus de verkeerde kant gekozen. Dus dan moet je de andere zijden samengrijpen. Ik zal het even zo doen. Dus deze zijde neem ik samen. Deze duw ik erin. En ik creëer eigenlijk 3 driehoekjes die zo gevormd zijn. En nu zie je al dat die hier open aan het komen is. En op deze manier ontstaat. En je kunt het dus best zien als je het wat kleurt. Dan kun je het effect zien. Dus we gaan snel een markering aanbrengen op deze kant. En er zullen uiteindelijk 3 kanten zijn die je zult inkleuren. Dus deze kant zal nu verdwijnen. Ja.
Even kijken waar mijn plooi terug is, want deze is nog niet helemaal voorgevormd. Hier zo. Dus dan kan ik nu eventjes die verder voorvormen. Oké. Dus ik vertrek van deze zeshoek. Hoekjes naar binnen. Punten eruit. En ik heb een volgende zeshoek. Ik zal hier even wat hartjes op tekenen, zodat ik het weet. Zo. Terug samenduwen. Zo. En de puntjes komen open. Laatste vlak om te kleuren. De letter A. Jullie kunnen veel beter dit versieren dan ik, ben ik zeker van. Dus maak er iets creatiefs van. Hup, zo. Dit is gewoon om het te illustreren. En ik kom terug bij het begin. En ik kan eindeloos doorgaan. En er bestaat ook een manier, als je in de andere richting gaat, dat je de figuur omgekeerd krijgt dan dat je hem gemaakt hebt. Oké? Dit is de manier om een hexaflexagon te maken. Veel succes ermee. En stuur mij je foto's binnen in die document terug. Dag.